Nou is het wel heel bijzonder dat je hier als burgemeester zit... en ook al boeken hebt geschreven. Kun je daar iets over vertellen? Ja, ik was altijd al een lezer. Mm -hmm. uh, kun je je fantasie laten gaan, uh, echt bij die boeken. In de tijd dat er nog minder televisie was dan nu, uh, las ik altijd uh, boeken... en dan stelde ik me voor hoe het, uh, hoe het was. Maar dan vind je het ook leuk om zelf te schrijven. Ik kon op school ook altijd al wel verhalen en uh, opstellen goed, uh, goed schrijven... Ik ben een enorme fan van de Bob Ever serie. Dat is een jeugdboekenserie uit de jaren 50 en 60. Dus mm. ik heb een paar deeltjes in de serie ook uh, geschreven. Dus die spelen oh. zich ook af in de jaren 50. Ja. Daar moest je echt wel onderzoek voor doen, welke auto's en de afstanden en sigaretten ja. die gerookt uh, werden. En zo. Dat is heel leuk om, uh, om te doen. Ik heb over mijn tijd in de Utrechtse politiek vier boeken uh, geschreven: de Stadhuis-serie, uh, Dat zijn sleutelromans. Daar zit ik dus ook zelf uh, in. Zijn dat rom romans, is dat fictie? Uh, het is fictie en non-fictie door elkaar. En wie de boeken van... Uh, ja, ik durf me er niet mee te vergelijken, want ze is een veel betere schrijver. <laughs> maar het lijkt wat op de boeken van Voskuil over het bureau. Dus een beetje gedetailleerd van uh, hoe dat toeging in vergaderingen en zo. Je moet ervan houden. Je krijgt, je krijgt een kijkje in de keuken. Ja, zo. ja, ja, ja precies. Uh, politiek. Er zijn ook uh, Pieter Tops, uh, bekend hoogleraar, heeft ze gewoon gebruikt als handboek politiek voor studenten. Maar zo gaat het in de politiek uh, toe. En uh, als laatste, ja, ik heb nog bijdrage aan bundels uh, geleverd. Zondig in Zeeland. Over de slavernij bijvoorbeeld een verhaal geschreven. En wel meer losse verhalen. Het laatste wat ik heb uh, gedaan is uh, scenario en tekst voor een stripboek. Uh, ook met een van de top vijf tekenaars uit, uh, uit Nederland. En. Uh, ja, ik werk nu weer aan een scenario uh, voor zijn volgende stripboek en dat, dat is heel leuk om te doen, want jij schrijft namelijk het verhaal en de teksten en hij tekent het. Dus, uh, en zoals ik focus... het bedenk, zie ik het, zie ik het voor me en hij tekent het. Uh, en dan wordt het ook iets anders? Nou ja, het is, nog, het is echt nog bijzonderder dan een boek. Want dat zijn letters. Ja. En ik heb dan het verhaal bedacht. Ik stel me er ook iets bij voor bij dat verhaal. Ik ja, omschrijf het ook per ja. plaatje. Maar ik kan het niet tekenen. Hij tekent het. En dan tekent hij het zoals ik het eigenlijk voor me gezien uh, heb. Dat is wel een mooie ervaring hoor. Ja, dus, maar dan beschrijf je ook hoe dat die tekening eruit moet zien. Ik heb gewoon uh, dat uitgewerkt in plaatje 1 van het boek... Uh, Voerman komt op kar met paard in augustus aan de westkant van Goes uh, binnen... Staan boeren te hooien, augustus is de hooimaand. Eh, Teken de stadspoort het, en dan tekent hij dat zo. Ja, Plaatje 2 gaat langs de kade, op de kade, langs de kade liggen twee schepen. En die hebben als lading hout en stokvis. En uh, nou ja, dat heb ik allemaal uitgezocht en dan omschrijf ik dat. En hij tekent het dan. Wat leuk. Ja. En, en ja, hoeveel tijd besteed je daaraan? Nou, ik, ik, het laatste jaar ben ik er niet aan toe uh, gekomen. Mm -hmm. uh, maar ja, dat, dat kost wel even tijd. Zeker. Uh, maar het is ook iets van zo. In de vakanties. Ja, nou, ik, het is niet zo dat ik achter mijn tafel ga zitten en ga denken: van wat schrijf ik nu eens op. Uh, je kan altijd nadenken uh, op de fiets. Ja. Uh, waar je ook bent, uh, s'avonds. En dan, dan heb ik iets bedacht en dan ga ik het opschrijven. En dan, dan werk je ook redelijk snel. Wat leuk. Nou, ik ben heel benieuwd naar dat stripboek. Ja. Is het al uit? Ja, het is al lang uit, ja. Ik had er een voor je mee kunnen, <laughs> kunnen nemen. Maar het is gewoon verkrijgbaar. De Banneling van Tobago heet het. De Banneling van Tobago. Ja, ja. bol.com. Je kunt het We zo We gaan opzoeken. het kijken. Oké. Okay. Uh, nu het volgende nummer. Hier komt de Raccoon. Don't give up the fight.